Allerlei regels zijn er. Veiligheidsorganisaties bemoeien zich ermee. Er is van alles aan de hand in Nederland. We gaan erover praten met burgemeester Van der Weert van de gemeente Nunspeet. Wat het voor Nunspeet eigenlijk betekent, burgemeester? Ja, uiteindelijk heel veel. En niet voor de gemeente Nunspeet, maar vooral voor de inwoners van Nunspeet. En daar hebben we allemaal mee te maken. We krijgen een lawine aan regels over ons heen. Zoveel dat ik zelf bijna niet weet wat de regels allemaal zijn. En de vraag is, hoe gaan we ermee om? En dat is ook wel de boodschap van onze kant uit. Eigenlijk gaat het helemaal niet om al die regeltjes. Het gaat vooral om dat we met elkaar proberen de risico's te minimaliseren. Dus probeer zo goed mogelijk aan de RIVM-richtlijnen te houden. Zorg dat je afstand houdt. Zorg dat je zo min mogelijk contacten hebt. Werk zoveel mogelijk thuis, enzovoort, enzovoort. En dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Maar snapt u dat dat voor mensen lastig is? Is het ook. Dat begrijp ik heel goed. Het is voor mezelf nog lastig. Gisteren kwam bijvoorbeeld de berichtgeving uit Den Haag van mondkapjes dragen in de openbare ruimte. Ja, ik moet eerst zeggen, ik moet toch wel even een paar van die dingen aanschaffen. En de schappen in de winkels zijn op dit moment leeg. Dus dat is best moeilijk om dat meteen acuut even zo op te volgen. Ja, maar hoe zit dat met dat beleid in de gemeente Nunspeet? Nou, we gaan in ieder geval binnen het gemeentehuis het goede voorbeeld geven. In dat opzicht, het gemeentehuis worden mondkapjes in de publieke binnenruimte verplicht. Dus niet op de werkkamers, maar wel op de gangen en zeg maar waar ook mensen van gasten van buiten komen. Nieuwe regels betekent ook misschien wel verscherping in de handhaving. Ongetwijfeld. Waarbij we het ook wel handhaven is ook overtuigen en mensen met mensen praten. Van let op, dit gaat niet goed, dit moet anders. En als mensen dat dan doen, zullen ze niet direct een boete krijgen. Willen mensen echt niet luisteren, ja, dan hoort er een boete bij. Er zijn natuurlijk mensen in uw omgeving, in mijn omgeving, die zeggen, ja, ik ben een beetje coronamoe. Wat heeft u daartegen te zeggen? Nou, ik kan het alleen maar begrijpen. En tegelijkertijd zeg ik van, probeer het toch nog vol te houden, want we moeten wel verder. Is dat ook de boodschap die de mensen mee wil geven? Tuurlijk, dat staat ook wel in de brief. In de zin van, we begrijpen dat u graag weer het normale leven wil oppakken. Dat staat ook letterlijk zo in de brief aangegeven. En dat voelen we zelf ook. En we zouden het zelf ook heel graag willen. Maar tegelijkertijd beseffen we dat het virus niet weg is, nog volop aanwezig is. En we moeten wel toch vol zien te houden. Met z'n allen. U bent in gesprek met de veiligheidsorganisaties in uw omgeving. Is dit het of komen er nog meer scherpe maatregelen? Voor de komende 3 weken is dit wel het beeld waar we mee zullen moeten werken. En daarna staan eigenlijk alle richtingen open. Als het over 3 weken gunstig is, zou het best kunnen zijn dat we weer kunnen afschalen. Maar is het dan erger, dan zal het misschien zijn dat er regels bij gaan komen.